Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. De eerste tegels zijn gezet. Is wel een feit. Maar we hebben nog een hele lange weg te gaan. Dus, wat zie je deze week? Dat ik met de tegels bezig geweest ben. Maar we zijn de week eerst begonnen met Bram. En dan zijn we met het achterwandje... Nee, we zijn met het tussenwandje bezig geweest. Het was te warm om aan het achterwandje verder te gaan. Want vorige week had ik gezegd dat we er verder mee zouden gaan. Maar toen was het gewoon te warm om op en neer te klimmen, et cetera. Dus we hebben het wandje dichtgemaakt tussen de beide hobbyruimtes. Dus dat ga je als eerste zien. Daarna zie je dat ik hiermee bezig geweest ben. We hebben nog een intermezzo gehad door de week tijdens deze werkzaamheden. Want s'avonds kreeg ik berichtje dat ze de volgende dag het puin zouden komen ophalen. Had ik ook al een tijdje gedeponeerd bij het bedrijf. Maar toen hadden ze plotseling tijd. Dus toen moest ik eventjes dat weer doen. Asfalt inzagen, uit piketpaaltjes neerzetten. Allemaal geen filmpjes van gemaakt. Maar op het laatst neem ik je weer eventjes mee van wat daar allemaal gebeurd is. Dus ja, weer een volle week met activiteiten geweest. Ik zou zeggen veel kijkplezier. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal, het is gratis. Ik zou het maar gewoon doen. Dus subscribe. Duimpje. En zoals gebruikelijk, ik denk hier, iedere zondag om 8 uur is weer een nieuwe aflevering met wat er gebeurd is. Veel kijkplezier. Doei doei. Goedemiddag. Enige tijd geleden waren we in de slaapkamer bezig met schuifdeuren. Maar omdat ik daar nog moest metselen, kon het hout waar de rail op gemonteerd wordt nog niet op de achtermuur vastgezet worden. Nu we in de volgende fase komen, is dat toch wel van belang. Mede omdat er al gemetseld is. Dus hebben we de boutjes, de muurschroeven, of hoe je het noemen wilt, die hebben we voorgeboord en vastgezet. We gaan maar meteen door met de aftimmering van de doorgangen, zowel naar de inloopkast als de badkamer. Van het werk wat we daarin voorbereiden zie je van elk onderdeel één opname. En daarna kom ik wel weer even terug met de status. Goedemorgen. Door de ramen kun je zien dat het een zonnig dagje wordt. Ik geloof zelfs dat het 31 graden gaat worden vanmiddag. Dus, maar zien wat we vandaag allemaal doen. Eerst maar eens even waar we gisteren gebleven zijn. Ik heb hier een stapeltje ingepakt hout. Dat is de bovenkant van de doorgangen. En daar is... Oh. Zit een beetje vast. Deze zit los. We hadden gisteravond een vulstukje opgelijmd. Dus, neem even mee, dan gaan we die kant op. Nou, inmiddels lijken de vochtige vlekken weg. Zo te zien, ik zie hier nog, het voelt niet vochtig aan, maar het zijn donkere plekken. Hier zit nog een, daar onderaan zit nog een donkere plek. Hier zit nog een donkere plek. Dus ik denk nog niet dat die 100% gedroogd is, maar misschien wel 98%. Dan kunnen we daar weer mee verder. Ik zet even hier de camera neer. Oh. Dat wat ik net meenam, dat komt hierboven. Op voor een stukje. Nou, dan gaat deze eronder en zo wordt het vastgezet. Ga je nog zien, zijkanten moeten er tegenaan. Dat is in ieder geval wat ik vandaag ga doen, of zometeen ga doen. Wat we nog meer gaan doen, dat ga je ook zien. Doei voor nu. Oh ja, en ik zou jullie nog even meenemen, een update geven. Van wat we gisteren gedaan hadden. Het zijn deze balken, die heb je mij zien opmaken. Of ik denk dat je mij degene aan die kant hebt op zien maken. Deze kant ook. En dan is het de bedoeling dat deze zijkant hier met de voorkant volkomt. Deze balken die zijn erop gezet om de ruimte tussen de muur en de deur op te vullen gelijk aan hierboven. He, want deze rails die was gemaakt op een L-profiel van balken. Dus deze was al de afstand van de muur. Dit hebben we er nu opgezet, dus dit wordt de extra breedte van de doorgang. En dan komen deze latten, die komen daar tegen en de lat die je net gezien hebt, die komt erboven. En gaan we aan de andere kant, in de inloopkast of in de badkamerkant, komt er een randje, een lijst omheen, die dan weer aansluit op dit hout. Ga je allemaal zien, niet vandaag, maar ga je wel zien. Nou, dit was het toch echt voor nu. Doei! Goedemorgen. Zoals je weet is het, of denkt, is het vandaag 20 graden. Nu al. Het is nog vroeg. Gisteren met Bram weer aan het klussen geweest. Zoals je achter me ziet, ik sta nu in mijn kamer. Ik kan precies de kamer niet meer zien. Wandje is dicht. Maar ja, dat zag je natuurlijk gisteren in de timelapses al. Zo, zijn we omgelopen naar Treesterkant, want ja, dat moet nu, we kunnen nu niet meer door. En ja, zo ziet het wandje aan Treesterkant uit. Ja. De laatste tussenwandje is dit trouwens. Het laatste tussenwandje van de benedenverdieping die gebouwd is. Dus ja, nou hebben we geen tussenwandjes meer te bouwen, al helemaal afbouwen. Zoals ik net al zei, 20 graden. We kijken wat er weer buiten. Ik begon gisterochtend in de badkamer. Hier waren we natuurlijk met aftimmering bezig. Nou, deze zit er helemaal op. Bovenaan, wat ik jullie heb laten zien hoe dat het kwam, zit er ook allemaal op. Deze moet ik nog doen. En dan moet ik hier nog aan de slag. De bovenkant zit er wel op natuurlijk. Die heb ik, het vulplaatje heb ik allemaal af moeten schaven. Want hij, hier is blijkbaar de ruimte minder dan bij de doorgang naar de douche. Dus deze twee plaatjes die staan er ter ondersteuning onder, zodat ik ook kan zien dat hij zo is. Ik heb dat natuurlijk ook met een waterpas gemeten. Dus ja, het zit allemaal keurig in de waterpas. Nou, dat gaan we met de zijkanten ook doen. Hij moet er haaks op staan, hij moet haaks naar die kant staan. Dat is daar bij de badkamer goed gelukt. Dat heb ik gisteren verder niet af kunnen maken. Maar daar gaan we vandaag wel weer mee verder. Gisteren maar een klein stukje ervan gedaan. Alleen de bovenkant en één zijkant. En de tweede zijkant voorbereid. Verder heb ik met Bram een tussenwandje gewerkt. Nou, dat is de update van vanochtend. Ik zie je weer. Doei doei. Goedemorgen. Het is zover. De wand is mooi droog. Deze ook. Dus we gaan hem even impregneren. Dus met het blauwe goedje. Dus het gaat echt gebeuren in deze kamer. Dus dat ga je allemaal zien. Dus en dan ben ik heel benieuwd hoe het eind van de week, hoe ver ik ben. Nou wil ik nog wel even mijn kwast eruit hebben natuurlijk. Nou, dan zullen we beginnen met kwasten. Goedemorgen. Het uur is aangebroken. We gaan beginnen met het tegelen. Lijn moet ik nog aanmaken, maar eerst even voorbereiden. Tegelhamertje, waterpasje, nog een waterpasje, potloodje, centimetertje, levelsysteem en de tang van het levelsysteem. En even de eerste tegels. De laserlijn staat al aan. Keurig netjes op het potloodlijntje met wat ik ook al gezet had. Hier staat de verticale. Dus in principe komt hier zo de eerste tegel. En deze tegel komt eronder. Nou, daar moet dus een stukje vanaf. Dus dat gaan we zo meteen eerst maar eens eventjes doen. We weten dat dit 25 is, de hoogte, of 24,9. En de hoogte vanaf de grond tot hier is 47,2. Zo te zien hier in dit geval. Hij zal misschien hier even anders zijn. Nou, hier is hij 47,5. Hier is hij ook 47,4, 47,5. Dus ik ga er even vanuit, omdat dit hier zo schuin loopt, dat ze... Nou, hier is hij toch echt 47,2. Nou, het komt niet op een paar millimeter aan, omdat de vloertegels worden er toch tegen aangelegd. Dus als ik zeg 47,2, 3 mm voeg, min 6 mm, min tegel 25. Dan zou het onderstukje 44, dat kan natuurlijk niet. 472. Min 6 mm. Min 250 moet ik eigenlijk zeggen. Dan wordt de onderste tegel 21,5. Dus ik ga er eerst eventjes een aantal zagen of op maat snijden van 21,5. Ja. En dan ga ik lijm aanmaken. En dan kunnen we deze rij denk ik in ene zetten. Ja, gaan we doen. Zo, we gaan het eerste tegeltje eens even proberen. ...21,5 van de 25. Dat betekent 3,5 centimeter moet eraf. Nou, goed. Hier moet er wel in blijven zitten natuurlijk. Ik dacht dat ik hem toch echt vastgezet had. Hij zit niet vast. Ja, hij valt naar achteren. De eerste tegel is altijd even lastig om te bepalen van, werkt het? Zoals ik begrepen heb. Ja. Tegels knakken te makkelijk. Deze is niet mooi, die moet ik even bijslijpen. Nou, dat kan dus ook, hè. Ik zag al tijdens het snijden dat hij net een stukje die kant op ging. Het zijn toch wel, het zijn 8 mm tegels, maar af en toe ben ik het idee alsof het... Dat zijn de eerste 11. We gaan maar eens de andere kant op weer. Goedemorgen. Vanochtend begonnen met alle leffeltjes eraf te tikken, op te ruimen, voegen schoon te maken, restant lijm van de tegels af te halen. Dus het ziet er nu spik en span uit. Vanochtend gaan we gaten in de tegels maken voor dit soort openingen. Dus in principe zetten we hem zo erop en dan tekenen we af waar het gat zit. Als het goed is dat ongeveer dezelfde hoogte. En dan meten we hem ook nog zo. En dan gaan we met de winkelhaak, zetten we eventjes vierkantjes hierop. Dus, nou, dit is dan een tekeningetje. Ik denk dat ik die verkeerd getekend heb. Ik moet deze hebben. Ik denk al, die ene is niet vierkant. Zo. Dit even meteen wegvegen. Zo. Nou, dan weer twee vierkantjes, hier een vierkantje. Nou, dan moeten die drie zijn. Dan gaan we die eens eventjes uitzagen. En dan met alle rest ook doen. En als alles dan uitgezaagd is, dan gaan we vanmiddag weer tegelen. Zie je zo weer. Doei! Goedenavond. We stoppen er weer mee. Elke week weer rond deze tijd. Hetzelfde verhaal. We stoppen. Zoals je net nog gezien hebt, we zijn weer verder gegaan met tegelen. We hadden wat vertraging deze week, want er werden weer op het laatste moment afspraken gemaakt. Daardoor moest ik eventjes stoppen met tegelen. Maar in ieder geval, we hebben 2 sessies gedaan. 1 zak tegellijm is op. Dus ik laat het jullie even zien. Zo. Dus, nou, het onderstuk waar nu geen spietjes zitten, die hadden we al eerder gedaan. Nu in de tweede sessie is dat, nadat we de gaten gezaagd hebben, zijn die erin gezet en we zijn met een halve zak tot daar naartoe gekomen. Een halve zak, dat is ook voldoende om in 1 keer te tegelen, want daarna wordt het vrij stug. Dus het lukt mij niet om bijvoorbeeld een hele zak achter elkaar te tegelen. Maar goed, zover is het goed. Nu ziet het er zo uit. Bij de volgende vlog dan zullen we wel weer verder gaan. En dan gaan we aan deze kant. Dus dan gaan we dat wandje als eerste doen van het bad. En als we dan lijm over hebben, gaan we weer dat wandje verder afmaken. Zoals we ook hier gaan we eerst 3 rijen doen. Want dan zit ik op het niveau van die gaten die dan geboord moeten worden. Dus de onderste wordt dan weer korter dan 2 hele. Er staat ook een lijntje op daar, zo in het midden. Dus ja. Wat hebben we nog meer gedaan? Dan moet ik even naar buiten toe. We kregen plotseling 's avonds een berichtje van: ah, we komen morgen de puin ophalen. Oké. Puin ophalen. Er moest natuurlijk meer gedaan worden. Er moest ook wat grondwerk verzet worden. Dus ik loop er eventjes gewoon even snel langs. Hier komt een parkeerplaats. Dus die hebben we eens afgegraven. Het aarde is allemaal erachter gelegd. Daar waar de trein komt te lopen. Dat is nog een berg zand. Dat is om deze toerit ook weer op hoogte en uit te vlakken. We hebben hier de aarde weggehaald omdat ik een zijkantje van cement tegen de gevel aan wil maken. Dus we hebben even gewoon wat weggehaald. Alleen de kiepwagen is zo breed, die kan die bocht niet maken om daar te komen. Dus die heeft daar gestort. En daar kwam het meteen ook in deze kuil weer terecht. Dus dat is jammer. Maar goed, dat moet ik daar even met de hand verscheppen. Allemaal niet zo'n probleem. Dag boy. Dag manie van me. Dag lady. Dag meisje. Komt ook even kijken. Nou. Maar hierachter hadden we 2 putten zitten. Uiteindelijk blijkt dat ook een onderdeel van de oude fundering te zijn van wat hier ooit een keer gestaan heeft. Want ik heb 1,5 kiepwagen aan puin afgevoerd. Nou, er kwam hier zoveel uit, niet normaal. Dus we hebben dat ook weer opgevuld met de aarde van de berg, die is nu ook weg. En de restant van de berg ligt nu hier in deze kuil. Dus dat is ook, dus dan moeten we nog even kijken hoe gaan we hier doen. Ik had hier een zandafgraving. En hij moest toch even wachten op zijn maat, die met de kiepwagen even aan het lossen was. Dus maar meteen uitgegraven, daarboven op de berg gegooid. Ik heb hier nu grondwater. Dus zo diep zal het misschien niet moeten ooit, de vijver. Maar goed, is even gedaan. Wat dat betreft is het nou weer één grote puinhoop natuurlijk. Wat we nog meer gedaan hebben, of waar we eigenlijk mee begonnen zijn, waar toen hun kwamen, is ik had hier ook asfalt liggen op het terrein. Daar kan ik verder niks mee. Dat kan ik niet betegelen. Dus dat hebben we ook weg laten halen. Ik heb s'avonds toen ze belden, heb ik bij de poort nog eventjes het asfalt doorgezaagd. Dus konden zij, toen ze met de grijper kwamen, konden ze zo het asfalt deze kant op halen. Ook deze aarde eruit. Zand erin. Nee, er lag geen aarde onder. Maar we hebben hem iets breder gemaakt. Want uiteindelijk, hij liep recht hier. Dit was het lijntje, hier, dat kun je hier nog zien. Dit was het lijntje. Maar ik wil hem in het verlengde van de poort hebben. De poort staat iets schuin. Dus ook de parkeerplaats wordt iets schuin. Dan hebben we hier weer meer ruimte voor het groen. Dus aan die kant is de aarde weggehaald. En het geheel is ingereden met zand. Het is nog een heel verhaal geworden zo. Dat is het dan wel weer eventjes. Dus ik neem hierbij afscheid van jullie. En dan hoop ik je volgende keer weer te zien. Ja? Subscribe. Duimpje. Alle geëikte spul. Alvast bedankt. Zie ik je de volgende keer weer? Toppie. Zeg ik ook elke keer. Doei doei.